Justitieminister Kenneth Amoxie zegt dat de berovingen in het achterland niet bepaald minder zijn geworden. Hij sprak journalisten eerder voor aanvang van vergadering van de ministerraad. Amoxie stelt dat deze week nog meldingen binnen zijn gekomen over criminelen in het Aluku-gebied. En ook voor wat betreft het binnenland zijn er berichten dat er toch wel regelmatig beroevingen worden gepleegd. Vanmorgen nog heb ik een bericht ontvangen van de Graman der Alukus, dat er dus ook in zijn gebied, volgens mij eergisteren of gisteren, strafbare feiten zijn gepleegd door 5 Brazilianen. Dus dit baart zorgen. Want we moeten dit ook plaatsen tegen de achtergrond van de aanwezigheid van veiligheidsdiensten in het binnenland. We hebben niet zo lang terug, misschien 2 weken, 3 weken terug, wel een missie gestuurd. De minister geeft aan dat de situatie zorgen baart. De recente missie van de gewapende eenheden eerder deze maand heeft niet veel geholpen. Er zijn zeker 9 gewapende Brazilianen in het achterland bezig met zware wapens die berovingen plegen.